Na 12 minuten komen de Rode Duivels op voorsprong. Jan Vertongen haalt uit met zijn gevaarlijke linker en België leidt met 0-1. Doelman Tché is totaal verrast door het schot van Vertongen. Maar in de 27e minuut is de stand weer een evenwicht. Steijnen krijgt een vrije trap niet onder controle en Hoepnik kopt in de rebound binnen. 1-1. De Rode Duivels geloven in buitenspel, maar de goal telt. 5 minuten voor de rust knalt Anderlecht-speler Jan Pollak op de paal en bij de rebound lijkt van buiten Sverkos onderuit te schoffelen. Veel contact is er niet, maar de strafschop voor Tsjechië wordt door Baros keurig omgezet. Het staat 2-1 bij de rust. In de tweede helft zijn de beste kansen voor Tsjechië. Een omhaal van Kadlec zorgt bijna voor een goal, maar Van den Borre en de onderkant van de lat voorkomen erger. 10 minuten voor tijd krijgen de Belgen de bal weer niet goed weg en David Rozegnaal tikt de logische 3-1 eindstand tegen de touwen.